Twee derde van de beschermde roofvogels die de voorbije maanden in Vlaanderen op onnatuurlijke wijze om het leven zijn gekomen, zijn gestorven in Limburg. Dat blijkt uit cijfers die groenparlementslid Dirk Peters uit Oud-Turnhout opvroeg bij Vlaams minister van Natuur Jochem Schouwvliegen. Vooral in Riemst en deelze zijn veel beschermde roofvogels omgebracht. Het parlementslid wil dat het Agentschap Natuur en Bos Limburg prioriteit geeft aan het opsporen van de daders.